Wat super mega tof dat je kijkt naar deze nieuwe video. Ik heb eens in de tuin vanmorgen en in de speelkamer en hier in huis paaseieren geraakt. En er zaten ook een paar superleuke pakketjes bij die paaseieren dat achter gelaten. Dus deze tie-dye, dan moet je zelf je mondmaskers tie-dyen. En nu met coronatijden is het wel leuk om dat te doen. En we hebben ook heel veel mondmaskers tijdens deze tijden nodig. Dus waarom niet? Waarom doe ik het dan niet in een video? En ik ga het openmaken. Het mondmasker. Oh. Nog geen gevulde kleurtjes. Die moet je ook nog zelf maken. De rekkertjes, ik weet wel waarvoor dat dient. Dit, dat zijn handschoenen. En hiermee moeten we waarschijnlijk zelf de kleuren maken, maar er zit nog een zakje in. En rood. Dan moet je dan denk ik ook zetten. Wacht even, ik pak even deze handleiding. Oh. Moet mama de handleiding bekijken? Dit is een Chinese handleiding. Nee, dat is een certificaat. Dat is de handleiding. Anna? Niet op de grond. Oh, ik gooi het net op de grond. Maar even. Wat is dit? Een certificaat. En waar is dit? Maakt niet. Oh, maar. Dat het kwaliteitsartikel is. Hij komt uit China, denk ik. Oké. Ik ga vast handschoenen aan doen. Voordat je begint, bereid het oppervlak voor waar je gaat verven. Bedek de tafel of het werkblad met plastic of een krant om vlekken op meubilair te voorkomen en voor eenvoudig schoonmaken te zorgen. Ja, pak de krant daar maar aan. Wacht even. Nee, de krant. Daar ligt een krant. Waar? Voilà. Vouw die maar mooi open en leg die er maar op. Dat is één plaatje van de krant, letterlijk. Zo. Je hebt de rest van de krant op de grond gegooid, denk ik. Vouw die maar open, want zo één blaadje is voor jou echt niet plek genoeg. Maar er is geen tweede blaadje. Schatje, de rest van de krant op de grond liggen? Nee. De krant heeft toch meer dan één blaad? Oké, okay, dan maak ik dan dat boekje er ook nog in. Dit mooie boekje. Komt ook uit de krant. Echt? Ja, draag kleren waar je op vlekken mogen komen. Wacht even, ik heb hier nog een tie-dye t-shirt onder. Oké, okay, ja. Ja. Ik had mij echt goed op moeten bereiden. Nu snap ik waarom dat er handschoenen zo bij zitten. Begin met het toevoegen van 1 gram, een kwart theelepel, van dyepoeder in de plastic flesjes. Oké, dus ik ga even een lepeltje pakken. Zo in. Een theelepel. In. Is dit een goede lepel? Oké. Okay. Ik heb even een plastic lepel genomen. Dus een kwartje. En ze bellen. Maar. Okay. Mama gaat even open doen. Oké, okay, ik doe deze even. Open. Ik doe deze handschoen even aan, maar. Dat zit echt vreemd. Het lijkt wel of ik een dokter ben en die iemand op corona gaat testen. Snap je, Julien, corona-handschoenen? Mondmasker? Nee, laat hem het maar. Handschoenen. Oh, cool, dat zijn billetjes. Heb je al een kwart theelepel in het flesje gedaan? Nee, ik was druk bezig met die handschoenen juist aan te doen. Oké, okay, dus een lepeltje. Oeh, dat lijkt een beetje op glitter. Een kwart lepeltje, hè? Dus dat is de helft van de helft. Dit? In het flesje, niet op de krant. Ja, waarom ligt het? En dan 2 lepeltjes water toevoegen. Oké, 2 lepeltjes. Ik ga even een bakje met water pakken. Waarom ben ik nooit op dit soort dingen voorzien?
zo. Ik ben er met het water. Twee lepels water. Twee hele. Ja, toch hè? Ja. Mooi hoe dat water is er dan. Meer water voor lichtere kleuren en meer tie-dye poeier voor donkere kleuren. En dan het flesje erop, het topje erop. Dit zit op mijn handen. Ja, Snoepie. Je hebt toch handschoenen? Ja, maar... En dan het topje erop en goed schudden. Wat heb je ooit van je handen nou? Nee, je hebt nu voor de rest van je leven blauwe handen. Nu snap ik waarom dat je handschoenen bij zijn. Hoe lang? Gewoon tot het poeder is opgelost. En wanneer is dat? Dan moet je kijken, hè. Het poeder is opgelost. En dat moet je dus doen met elke kleur. Oké, alles staat hier nu in blauw op de krans, maar... Bon. Als er iemand... Van mama moet ik de krant wilde lezen. Oké, ik niet. Dan heeft hij een probleem. Er zit een hele blauwe vlek op. Zo. Ik denk wel dat het is opgelost. Oké. En nu moet ik nog meer geel en meer rood. Cool, dat zijn belletjes. Zo. Maar het probleem van dit is... Wat is het? Ah! Oké, dit is echt veel te veel gemorst, maar oké. Okay. En daar weer twee lepeltjes water doen. Nee, eerst mijn handschoen aandoen. Cool! No, oké. Okay. Dit is echt geen hele lepel. Dus ik ga er nog eentje. Ik ga er drie in doen, want het is echt geen hele lepel. Zo, rood zo klaar. Alleen nog zeker. En dan zit daar rood op mijn handschoenen. Ik heb die handschoenen. Ik heb dit gedaan. Doe dat maar niet. Oeh. Zo ziet het er nu uit. Maar ik kan nog een beetje verder doen. En dan nog met het geel. Wil je het zakje even openmaken? Dan was denk ik daar bij de kom. Oeh! Dit is degene waar ik het minst bij gemorst heb. Heb. En ook weer schudden. Ik kan hem een beetje verder, want het is nooit zo'n hele lepel.
Ik denk dat je haar er moet schudden. Ja, het is een leuk achtergrond muziekje op de tv. Het is sneeuwbitje. Maar het is nu bij de deur. Ja. En dan het mondkapje in een bal kreuken. Dat kan je goed, denk ik. Mag ik die handschoen uit? Ja, misschien eventjes, want anders zit het al mondkapje in een bal. Dus in een bal kreuken. Iets kreuken, oh nee, dat kan je niet. En dan lintjes erom, zodat het in een bal blijft. En dan kan je er kleuren op aanbrengen. En dan moet je het ergens liggen om te drogen. 2 tot 24 uur. Hoe langer dat het laat drogen, hoe beter. 2 uur? Tot 4 minimum. En 24 uur maximaal. 2 uur minimum. Ja, maar dat is best wel langer. Hè? Want er staat hoe langer dat je het laat drogen, hoe beter dat resultaat gaat zijn. Zo, oké. Ik heb hier een rekkertje. En als je wilt, heb je er 2, hè? Oké, die ook. Andere ga ik niet doen, maar nu doe ik wel even mijn handschoen terug aan. Je hebt hier ook nog proper, denk ik, niet? Er hangt hier iets aan mijn hand, maar ik weet niet wat. Ah ja, dit is het mondkapje. Een soort van vernield. Maar het komt allemaal weer goed. Met hoop ik dan toch. En ik kan het eraf halen. Zou je ook kleuren kunnen mengen? Oké, ik ga beginnen met de rode. Oh my god, maakt dat uit hoe dat je dat doet? Nee, dat denk ik niet. Dat is moeilijk. Oké, ik heb nu een rood stukje. Er zit een beetje rood op die mevrouw, waar trouwens niet. Oké, dan doe ik geel. Oh. Nu ziet het eruit als bloed. Ja. Van een Halloween mondmasker. En een beetje mosterd erbij. Nee, dat is ketchup en dat is mosterd. Slimme. Ik ben gewoon random iets aan het doen, maar sabiet ga ik wel een beetje anders doen. Bij een t-shirt lijkt dat mij iets makkelijker. Maar ik zag op TikTok dat je ook met een speciale manier kan dat opdrogen, dit. Ja, natuurlijk droog dat op, dat is de bedoeling, hè? Nee, dit. Ah, in het flesje nog? Ja. Ja, nee. Zonder dat ding. Ja, uiteindelijk wel, denk ik. Maar niet op 5 minuten. Nee. Dan ga ik voor blauw. Er komt een smurf bij. Zo. Ja, nu ben ik gek aan het doen en ik wil gewoon het eindresultaat zien, maar straks. Ja, ik het tweede mondmasker ga ik gewoon wel wat makkelijker doen. Zo. Maar als het klaar is, kunnen we het misschien ook laten zien. Hè? Ja. Misschien ook eens omdraaien. Ja, voilà.
Ik denk dat het zo wel goed is. Trek voor het gewoon één kleur, schatje. Zo. Help. Waar moet ik dit nu leggen? Terug op het boekje of op de krant. En dan kan je het tweede. Ga je het tweede nu nog doen of ga je dat aan het kijken? Nee, nog. Oké. Okay. Waar is dat? Wacht, nu zou je dan. Even een mondmasker. Ik zei, ik wil. Mai. Ik heb nog even een ander boekje nodig. Ik ga even een papier halen. Hier? Een handleiding hebben we niet nodig. Dit leg ik even hier zodat jullie het kunnen zien. Hier is de handleiding. Maar ik zeg ook dat je dat een speciale manier bij een t-shirt kon vouwen. Misschien werd het ook bij een mondmasker. I don't know. En dan... Ah ja, je kon het ook vouwen, stond in de... Je kan het op verschillende manieren doen. Maar... Oh, man! Maar welke is nu de juiste kant? Dus ik ga gewoon... Zo doen. Oh my gosh! Bart, je kan dat... Oh, je kunt er ook mee kleuren. Volgende kleur. Ik ga een beetje geel ook doen, dan wordt dat blauw. Groen. Want ik wil ook wel dat er een beetje groen in zit. Een beetje bloed. Een beetje bloed. Zo, hoppa. Precies iemand gekild door een weerwolf. Oké, dat was een beetje raar. Zo, het is nog altijd niet klaar. Volgende, achterkant. De kikkertjes. En dan ga ik daarmee in mijn hoofd. Ik weet niet of je het liedje kent. De kikkertjes. Welk zou nu het mooiste worden? Dat weet ik niet. Ik denk hetgeen waar ik nu aan bezig ben, want nu ben ik meer zo een beetje bezig met de kleuren ook. Oh, dat had ik nu moeten doen. Volgende. Oké. Okay. Dan is het nu 2 tot 24 uur wachten. En nu ga ik mijn handen wassen.
Ah ja, dus ik hoop dat jullie deze video leuk vonden. Je checkt het abonneer op mijn kanaal. Doei en doe altijd handschoenen aan als je gaat thuis aan je. Doei.